Wieserig, misselijkmakend mannetje met je ongelooflijk lelijke, domme rotkop. Jij zielig, sof leugenkopje met je dikke hazenlip. Wie denk je godverdomme wel niet dat je bent? Jan Jaapie van de Kwal, achterlijke zak. Mierenneuken eerste klas, verraderlijke NSB'er met je uitgesproken kwetsende mening en IQ van een komkommer. Al valt heel Nederland over hem heen en wil hem weg hebben van de buis. Ja, Jaap moet en zal met zijn lelijke kop op de buis. Ik heb het idee dat hij door zijn hazenlip een beetje zielig wordt gevonden en daardoor overal maar een soort carte blanche krijgt of zo. Ik kan ernaast zitten of niet helemaal in zijn doelgroep passen, maar ik heb hem een paar keer van wat dichterbij mee mogen maken en dan zie je toch een beetje een verbitterd, bevooroordeeld figuur of zo. Ik dacht, ik ga mezelf eens googelen, maar dat is toch echt de laatste keer geweest. Ja, wat heb jij met Londen? Nou, ik heb wel wat met steden. En ik vind Londen toch wel echt een stad. Een grote stad. En Engeland en Londen is toch wel een soort bakermat van comedy. De Engelse humor, dat is toch wel een groot voorbeeld voor de rest van Europa. En ik zit zelf in een programma, Dit Was Het Nieuws, wat oorspronkelijk een Engels format is. En daar hebben wij toch in onze humor wel heel veel aan te danken. En vooral de intelligentie ervan. De Amerikaanse humor is toch ook wel wat we heel erg kennen, heel erg showy ook best wel en heel erg macho. En ik vind de Engelse humor, die blijft subtiel en die blijft heel erg talig en met woorden en daar hou ik zelf ook wel van. In Engeland heb je dan dat Do They Know It's Christmas Time. Dat nummer haten ze in Afrika. Dat vinden ze echt een beledigend nummer en dat is het ook. Het is het meest rare lied ooit geschreven. In dat lied staat de meest stonkzinnige zin ooit geschreven in de popmuziek. Dat is namelijk de zin. And there won't be snow in Africa this Christmas time. Want ja, normaal gesproken kan je skiën in Darfur, maar ja. Al die vluchtelingen hebben de sneeuw kapot getrouwd. Nou, terecht dat ze kapot geschoten worden, ja toch? Als er nou één goede reden is tot genocide, lijkt het me dit wel. Hé, hey, ook rotten met die tent, dit is een langlaufgebied. Je bent opgegroeid in Leeuwarden. Ja. Uit wat voor gezin kom je? Nou, een heel normaal gezin eigenlijk. Mijn vader zit in het onderwijs. En mijn moeder die zat in de zorg. En die heeft op het moment dat wij geboren werden, mijn zusje en ik. Mijn zusje is een paar jaar jonger. Heeft ze ervoor gekozen om de opvoeding gewoon helemaal te doen. En daar gewoon te zijn. En ik werd natuurlijk geboren met een afwijking. Dus ik heb ook nog wel vaak in het ziekenhuis moeten liggen. Dus dat was voor mijn ouders wel een hele verzorgende periode. Mijn naam is Jan-Jaap van der Wal. Ik heet Jan-Jaap omdat ik een jongetje ben. Ja. Als ik een meisje was geweest, hadden mijn ouders mij Jolante Cabau van Kasbergen willen noemen. Nou, het is maar goed dat dat niet is gebeurd, toch? Maar dat had toch een hele hoop verwarring kunnen veroorzaken, toch? In Volendam, dat er twee jongens met elkaar aan het praten zijn op de dijk. En dat die ene jongen zegt, ik ben met Jolante Cabau van Kasbergen en ik ben geweest. Oké, dan, dat lekkere wijf. Nee. Nee, weet je, dat jongensachtige meisje met die slechte huid en die grote neus. Ah, zij. Maar zij is wel grappig, ja. Speakers Corner. Ja. Ben je hier wel eens geweest? Nee, dit is de eerste keer voor mij. Vroeger werden hier mensen opgehangen en vlak voordat ze de galerie gingen, mochten ze hier hun laatste zegje doen. Ah. En sindsdien is het inderdaad een traditie geworden dat mensen hier hun boodschap willen verkondigen. Meestal is het op zondag dat mensen hier op een kist gaan staan en dan iets gaan vertellen. Maar er zijn twee onderwerpen die hier niet besproken mogen worden. En dat zijn het Britse Koningshuis. Ja. En je mag het niet hebben over het omverwerpen van de Britse regering. Dus het is wel redelijk terecht dat Geert Wilders en Karsté hier niet meer mogen komen. Nee, en Karsté in het bijzonder. Ja, ja. Nou, dat vind ik ook wel van een soort chicheid getuigen. Ja. Dat ze dan
bepaalde onderwerpen niet besproken mogen worden. Ja. Maar goed, wat ik wel begreep is dat Squeakers Corner, uiteindelijk is het wel zo dat hier veel mensen wel tegen de regering komen praten. Ja. Alleen die mogen dus niet suggereren dat de regering omvergeworpen moet worden. Wolken heeft gespeeched dit jaar op het afscheidsconcert van BZN. Op het afscheidsconcert van BZN heeft Wolken een speech gehouden. En hij heeft daar gezegd tegen BZN: ik wil jullie namens miljoenen Nederlanders bedanken voor wat jullie allemaal hebben gedaan. Terwijl hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, een keertje, namens andere miljoenen Nederlanders. Nou is het wel mooi geweest, hè? Ik vind het leuk om mensen een andere manier het theater uit te laten komen dan dat ze erin gekomen zijn. Waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, daar hou ik zelf ook van. Dat je toch geraakt wordt. En een grap raakt wel, alleen niet genoeg wat mij betreft. Dus daar moet ook nog iets onder zitten. Dus een grap is in principe, als je het heel technisch gaat opleiden, is het iets wat in je hoofd gebeurt, dus in je hersenen. Een omdraaiing of een overdrijving. En dat is een chemische reactie brengt dat teweeg in je hersenen. Alleen ik vind dat het ook iets in je hele lijf moet doen, in je hart of in je gevoel, in je onderbuik misschien wel. En daar hoort wat dat betreft ook wel een mening of een boodschap bij je. Is dat iets wat van nature in jou zit? Ja, ik denk het wel. Dus als ik nou niet cabaretier was geworden, was ik een hele geëngageerde ijsverkoper geweest. Ja, met een goed verhaal. Met een goed verhaal en lekker ijs, dat dan weer wel natuurlijk. Ja. Hè? Ik wil graag hierbij verklaren, lieve dames en heren, want dat bent u nog steeds, dat mijn hele optreden vanavond, hoe lang of hoe kort het ook mag duren, mijn hele optreden is totaal, dat wil zeggen 100% CO2 neutraal. Ja. Nee, hoeft helemaal niet. Ik doe er ook, maakt me echt niks uit. Ik ben gewoon CO2 oké. Dat wil zeggen, als ik een grap maak die niet zo leuk is, dan plant ik een boom. Ja, gewoon ergens, dan plant ik een boom. En als ik een grap maak die wel leuk is, dan mogen jullie allemaal 10 minuten in mijn hummer. Goed, hè? Ja. Je hebt ook wel eens wat kritiek gehad op het feit dat je te veel engagement hebt in je programma's. Ja, maar je krijgt altijd kritiek. Ja. Wat dat betreft kun je het niet beter wensen. Je wil eigenlijk altijd wel iets maken waar de ene helft van de mensen ontzettend van houdt en de andere helft misschien wel ontzettend van walgt. Dus die kritiek, die is er zeker. En als ik er iets mee kan, dan ga ik er zeker wat mee doen. Maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. Nee? Er is nog niemand geweest die zei, nou dat is kut, dat je je daardoor hebt laten beïnvloeden. Nou ja, dat is natuurlijk onzin, maar kritiek in de zin van hij ziet er niet uit en hij kan niks, dat laat ik meteen afglijden, omdat ik weet hoe hard ik ervoor werk en ik weet hoe ontzettend goed ik eruit zie. Ja, dus dat weet iedereen. Dat weet iedereen, kom op, je moet blind zijn om dat niet te zien. De mensen doen wel alsof ze heel nonchalant aan het zonnen zijn hier, maar ondertussen zitten ze naar ons te kijken. Ja. Ik sprak ook met een moeder en die had een kindje met een hazellip. Lelijk, dat ventje. Zo, maar dat zag er echt niet uit. Ja, ik kon er niet naar kijken, ik moest hem interviewen, ik heb zo geïnterviewd. Kom op. Ik had zoiets van, dit kan echt niet hoor, maar ik vond het echt, ik werd er echt misselijk van. Ja, ik vind dat je een bekende Nederlander dit gewoon niet aan kan doen, dacht ik. En het was echt afzichtelijk. En ik had zoiets van, regel even een ander kind of zo, nee, maar het was echt te erg. Dat ze zo'n jochje gewoon niet afmaken tijdens geboorte, daar snap ik helemaal niets van. Toen jij geboren bent, toen ben jij weggehaald bij je moeder om een schrikreactie te voorkomen. Ja, bij mezelf. Nee, en bij mijn moeder. Wat was er precies gebeurd? Jouw moeder heeft verkeerde medicijnen geslikt. Nou, ik denk dat het... Het is niet genetisch of het is niet erfelijk bij mij. Dus er moet ergens iets fout zijn gegaan tijdens de zwangerschap. Alleen ik heb onlangs wel tegen mijn moeder gezegd, ja god, niet dat ze er schuldgevoel over heeft. Maar zonder dit was ik ook nooit geworden wat ik nu ben. En had ik nooit nu met jou in de waterfiets gezeten. Dus wat dat betreft is het achteraf gezien. Ben ik er wel blij mee dat het gebeurd is. Ja? Ja. Ik heb mijn persoonlijkheid erdoor kunnen ontwikkelen. En ik ben altijd een anders jongetje geweest. En
dat heeft me ook gebracht waar ik nu gekomen ben. Het heeft dus ook wel voor je gewerkt. Ja, ja, absoluut. Ik bedoel, je ligt toch in je eentje in het ziekenhuis, dus daar ontwikkel je toch een soort solo persoonlijkheid. Ik denk dat je wordt zo in basis teruggeworpen op jezelf. En dan heb je later heb je daar pas ideeën over. Op het moment zelf heb je dat helemaal niet, denk ik. Maar daardoor is wel dat gevoel ontstaan. Mijn naam is Jan-Jaak van der Wal. Of, zoals mensen mij op straat ook wel eens noemen... Hey! Kom eens! Hey! Kom nou! Maak ze een grappie! Hey! Ah, je kan er wel even hier komen of niet? Hey! Kom nou! Hey! Lippie! Kom eens! Maar was dat ook omdat je... iets wilde compenseren? Als je grappig bent, dan vinden mensen je leuk? Ja, ik denk dat dat wel zo werkt. Alhoewel ik nooit echt flink gepest ben of zo. Dat is mij gelukkig nooit overkomen. Maar ik denk dat het wel een soort verdedigingsmechanisme is, zeg maar. Hij is van te veel! Hey! Kom nou! Hey! Je kan er wel even hier komen! Ik heb toch respect voor jou? Dan moet je ook respect voor mij hebben! Het heeft me verder in niks tegengehouden. Ja, mijn spraak een beetje, maar ja, daar heb ik hard aan gewerkt en dat is gewoon nu goed. Maar voor de rest heb ik er op geen enkele manier last van. Ja, ik kan geen ballon opblazen. Nee? Dus echt leuke feestjes heb ik niet met mij. Gezellig wordt het niet? Nee. Wat zijn jouw zwarte kanten? Ik kan wel ongemeen hard zijn over mensen. En daarmee af en toe misschien ook wel een beetje respectloos en gevoelloos. En ik droomde... dat ik Caroline Tense aan het neuken was. Maar echt hard. Dat kan ontaarden in een soort cynisme. En dat is wel een zwarte kant van mij. Ja, dat was puur fysiek. Er was geen liefde bij. Dat was gewoon op de kut en gaan. Het was beuken. Het was keihard beuken. Ze kwam met het hoofd tegen de muur en dat was ook de bedoeling. En ze keek niet blij, want ik weet hoe ze kijkt als ze blij is. En ik zei, roep het dan! Schreeuw het uit dan! Hoort! Gaat het toch zo knagen dat ik dan altijd daarna denk, oh nee, dat moet ik helemaal niet doen. En dan probeert het ook de een of andere manier wel weer goed te maken. Ja? Ja. Dus het is ongemeend? Uiteindelijk voor een heel groot deel wel ongemeend, ja. Maar Caroline Tense, die mag ik sowieso niet. Caroline Tense, die 2 ton krijgt per jaar. 200.000 euro per jaar. Om af en toe naar ver land te vliegen. Business class. 5-sterren hotels, 's middags om 1 uur te worden opgehaald. Oude kleren aantrekken, een beetje film in de omgeving. Als het mijn arm lijkt. En om 4 uur 's middags weer terug naar het zwembad. Want het moet wel leuk blijven natuurlijk. En haar visagist... reist business class mee. Jij bent de enige cabaretier zonder website. Oh ja, maar dat is al gelukkig zeg. Ja, ik haat dat. Want dan moet je namelijk ook nieuwtjes. Ja. Moet je iedere dag nieuwtjes. Dat vinden de mensen leuk. Dan zou ik nu moeten twitteren dat ik met jou aan het waterfietsen ben. Nee, daar hou ik helemaal niet van. Nee? Nee. Ik zou een soort lichte gêne voelen als ik over mezelf nieuwtjes moest gaan typen. Zullen we maar eens een biertje gaan drinken? Lijkt me wel. Ik ben kapot. Nou, ik ben echt gesloopt. Ik ben wel eens dronken aangehouden. Terwijl, ja, ik drink niet zoveel. Nee. En als ik drink, drink ik door een rietje. Dus dat is mijn methode. Maar echt dronken word je daar nooit van, volgens mij. Nou, vorige week ben ik aangehouden door onze politie. Ik ben aangehouden door 2 dienders. Want ik reed namelijk door rood. En dat moet je niet doen. Nee, zeker niet als er een dienderauto achter je zit. Dat is gewoon totaal niet streetwise wat daar gebeurde. Nou, en die 2 dienders die kwamen op mij toe met hun blaffers. En het toontje haal ik van die gasten. Het toontje van meneer. En kunt u even uitstappen, meneer. En wat dachten wij dat we aan het doen waren, meneer. Dat je een praatje ook zo tegen Holleder. Precies. En ook, ja, wat is de reden dat u door rood reed, meneer? Dat vragen ze echt, hè. Wat is de reden dat u door rood reed? En eigenlijk moet je gewoon zeggen, ik ben blind. Ja, ik ben blind. Vanaf mijn geboorte al. Het is een...
godswonder dat ik iedere ochtend mijn auto weet te vinden, maar ik zie gewoon helemaal niks, joh. Waar bent u eigenlijk? Mag ik even uw petje aanraken, officer? Wat heb jij toch tegen moppen? Ik haat moppen, mensen in het rare logetje. Ik haat moppen. Sinds ik zelf grappen maak, snap je moppen niet meer. Vertel me geen mok zo, ik haat moppen. Er is niets wat ik zo erg vind als moppen. Iedere keer als iemand begint met, er komt een man bij de dokter. Dat eindigt toch altijd met, wil je mijn kameel even vasthouden? Dat is, denk ik, toch van alle moppen die er zijn, is dat toch 90% van de gevallen de clue. Ja. En die ken ik dus al. We zaten te eten. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, als ik jou was, zou ik nu eventjes niet achterom kijken. Dat doe je dan toch? En daar zat achter mij Holleder te eten. Ik wist ook meteen wie het was. En opeens kwam door de voordeur zijn bodyguard binnen. Dus hij is kedeng. Bodyguard is kedenger. Gewoon een woord. En die man die kwam binnen. En hij keek naar mij. En hij herkende mij. En hij liep in één rechte lijn op mij af. Er was geen twijfel over mogelijk hoor. En hij sloeg me op mijn schouder. Zo bam! Dat deed een beetje pijn. Nee, ja, dat deed gewoon een beetje oudjes. Dat deed oudjes. En hij pakte me weer zo. En hij zei, moet je luisteren? Hé, hey, moet je eens even luisteren? En ik zo, ja, 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 ja. En toen begon ik gewoon, echt waar, in mijn oor een mop te vertellen. Hij begon een Sam en Moos mop te vertellen. Sam en Moos liepen door de Kalverstraat. En hij was klaar. En ik heb gelachen. Ik heb keihard gelachen. Tot 2:30 s'nachts. Voor de zekerheid, hè? Voor de zekerheid. In je voorstelling heb je het erover dat je op een gegeven moment een gitarist tegenkomt op een terras. En die besluit op een gegeven moment om zich terug te trekken in zijn kamer om nog wat te gaan studeren. Een paar uren te oefenen. En terwijl het volgende rondje bier en bitterballen werd uitgedeeld, stond er opeens een gitarist op. Die stond op. En die zei, jongens, wel trussen voor straks. Ik ga alvast terug naar het hotel. Ik ga alvast terug naar mijn hotelkamer. Dan kan ik namelijk op mijn hotelkamer nog even een paar uurtjes studeren. En hij dronk ook wat. Maar dan toch kwam ik bij hem en besef van, nou weet je wat, ik ga nog even een paar uurtjes pingelen in mijn eentje op de hotelkamer. Omdat blijkbaar die avond iets niet goed was gegaan. Of dat hij dacht, ja, dat kan beter. En ja, dat vond ik toch wel zo'n ontzettende overgave voor zijn vak. Gewoon om te kijken of je beter kunt worden. En niet uit pretentie, maar puur uit liefde. Gewoon om te kijken of er meer is. Of er nog een start te nemen valt. Of er nog een poging te wagen valt. Beweging in plaats van stilstand. En terwijl ik hem kleiner en kleiner zag worden, dacht ik, ja, maar dit is natuurlijk gewoon waar het over moet gaan. Dit is waar ik het over wil hebben. Gewoon altijd je best blijven. Dat heeft bij mij er enorm ingehakt. Dat vond ik wel waanzinnig goed. En toen bedacht ik dat ik met hem een voorstelling wilde gaan maken. En deze man moet een plek krijgen in mijn nieuwe voorstelling. Maar ja, waar laat je zo iemand? Hebben jouw ouders je altijd gesteund toen je hen vertelde van, goh, ik zou eigenlijk wel cabaret willen gaan doen, echt als vak? Ja, nou ja, het is natuurlijk wel een rare boodschap. Namelijk, ik stop met studeren en ik ga hier dan werken. Mm-hmm. En nou ja, wat is dan hier? En dat is dan een kroeg met allemaal mensen erin en zo. Maar ze zagen wel dat ik het aan mijn zin had daar. En ik stond in de coulissen klaar, achter een gordijntje. Ik was enorm nerveus. Want ik wist natuurlijk, het gaat zometeen gebeuren. Dan gaat het doek open en dan sta ik daar. En ik wist in mijn hoofd natuurlijk ook, ik wil dit laten worden. Dus het betekende enorm veel. En het doek ging open en ik stond daar.
En ik speelde echt de pannen van het dak. Ik was zo waanzinnig goed. Ja, neem dat nou maar van mij aan. Ik ben erbij geweest. Het was waanzinnig. Ja. Heb je er wel eens rekening mee gehouden dat het misschien wel niet zou gaan lukken? De eerste show is niet altijd even positief ontvangen. Dus dan komen dat soort momenten altijd wel dat je denkt, ja, was het inderdaad niet een stap te veel geweest? Maar uiteindelijk zijn er genoeg mensen om me heen geweest die altijd gezegd hebben, ja, gewoon doorgaan. En het komt vanzelf goed. En dat is het ook gekomen. Dat zelfvertrouwen heb je ook altijd gehad? Ja, uiteindelijk wel. Omdat je, als je eenmaal op het podium staat en je voelt van, dit is mijn plek. En hier voel ik me prettiger dan waar dan ook, bij wijze van spreken. Ja, dan moet dat ook wel de plek zijn waarop je moet blijven staan. Hier sta ik dan toch maar mooi. Hier ben ik dan toch maar mooi gekomen. Door hier is toch een klein jongensdroompje in vervulling gegaan. Want dat, wat ik vroeger wilde worden, dat ben ik uiteindelijk toch geworden. En vanavond is er weer ergens een podium. Vanavond mag ik weer ergens naartoe om te gaan vertellen wat ik wil vertellen. En ik heb succes. Ik heb onmetelijk veel succes. Ik heb vorig jaar een oudejaarsconferentie gemaakt. Er zijn 14 miljoen mensen die dat niet gezien hebben. Nou, dat is heel weinig. Politiek is in jouw voorstelling een belangrijk item. Ja. De kredietcrisis is in volle gang en er is een politieke misère. Nou, lijkt me fantastisch voor jou. Ja, dat is dit jaar wel een goed verhaal, ja. Dus als ik dat goed bij elkaar krijg, dan kan het nog wel wat worden ook. Er is een stel incapabele Mongolen de kamer ingekomen, dat wil je echt niet weten. En nu druk ik mij genuanceerd uit, echt waar. Ik heb de nummer 21 mogen ontmoeten van de lijst van de SP. Die mensen hebben geen zetels nodig, die hebben chromosomen nodig. Echt waar, het is niet te geloven. Is er een gebrek aan talent? Ja, gebrek aan talent en er is een gebrek aan risico lopen. Dus het is allemaal gewoon dat iedereen dan wegloopt. Terwijl volgens mij zijn er nog genoeg leuke mensen die echt wel bereid zijn om een goed verhaal te horen. Alleen dat hele capituleren naar de rechterkant of naar de linkerkant. Je blijft gewoon dan maar gewoon staan waarvoor je staat. En dan komen die mensen vanzelf alweer terug. Wouter Bos is toch het hartje door de mand gevallen dit jaar. In de Wouter Takes, zullen we dat allemaal kunnen zien op de televisie. Het was nog in de tijd dat hij echt minister-president wilde worden. En toen werd ook heel erg terecht aan hem gevraagd. Ja, maar wat wil je dan? Welke kant moet het dan op? Wat wil je voor de mensen? Wat moet het worden? En toen hing hij een beetje achterover in een stoel in die scène. En toen zei hij, ja, mensen moeten het gewoon een beetje leuk hebben. Dat zei hij. Mensen moeten het gewoon een beetje leuk hebben. Mensen moeten het gewoon een beetje leuk hebben. Mensen moeten het gewoon een beetje leuk hebben. Dat zei hij. Mensen moeten het gewoon een beetje leuk hebben. I have a dream. Mensen moeten het gewoon een beetje leuk hebben. Ja, gewoon een beetje leuk hebben. En hij heeft gelijk, want mensen willen het ook inderdaad gewoon een beetje leuk hebben. Maar als politicus kun je dat dus niet zeggen. Dat is wat jij ook constateert, is inderdaad van spreek je de waarheid of maak je beleid? Ja. Ja. Nou, dat is dan in de politiek wel heel erg naar de beleidskant uitgeslagen. En Ronald Plasterk, minister van Cultuur en Onderwijs, heeft daar tegen BZN gezegd... Minister van Cultuur en Onderwijs heeft tegen BZN gezegd... Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage aan de popmuziek. Ik begrijp wel dat Plasterk mij niet echt meer zo aardig vindt. Mm-hmm. Maar voor de rest is er geen enkel probleem. Ben je daar trots op? Op zich is het natuurlijk wel wat dat je bereikt hebt dat de minister jou niet meer zo aardig vindt. Ja, er zijn kabinetjes... 10 jaar geleden had je dat ook niet verwacht. Nee, ja, dat is inderdaad... Ja, dat is, maar ik, trots weet ik niet of ik er nou echt op ben. Ik bedoel, het zou wat zijn als er een kabinet valt of zo. Of dat er een minister opstapt... Naar aanleiding van zoiets, dan zou je de geschiedenisboeken ingaan, zou ik zeggen. Ja. Maar verder dan een alcoholvrij biertje zijn de cabaretiers tot op heden nog niet gekomen, helaas. Saillant detail is, dames en heren, dat ik op Lowlands mocht optreden dit jaar. Lowlands, groot kokfestival. En vlak voordat ik wilde beginnen, zag ik Ronald Plasterk bij mij naar binnen gaan. Hij zat bij mij in de zaal. Ik maakte deze opmerkingen, na afloop kwam hij naar me toe. En hij zei, ik heb nog nooit een nummer van BZN gehoord, joh. Ondanks alle politieke misère, Jan-Jaap, in alles waar je op kankert en dat soort dingen, blijf jij wel toch positief.
Ja. Ook in je programma zeg je, weet je, over het algemeen zijn wij toch allemaal wel aardige mensen. En we zijn nog steeds in de meerderheid. Ja. Dus het komt goed. Nou, als mijn programma, als je kunt kiezen tussen liefde en angst, dan gaat mijn programma altijd wel over liefde. Ik stel mij regelmatig een scène voor, ook een ochtend. Moslim man, moslim vrouw worden samen wakker. En deze vrouw, die ook moeder is, heeft een heel mooi lief ontbijt bedacht voor de hele gezin. En ze wil het perfect doen, ze heeft iets te vieren. En ze wil nog even de laatste dingetjes vers gaan halen in de bakkerij verderop. En ze zegt tegen de man, blijf jij maar even liggen. Ik ben even weg, ik ben zo terug. En omdat ze naar buiten gaat, gooit ze de boerka over de hoofd. En ongeluk blijkt dat ze de boerka helemaal verkeerd om aan heeft. Waardoor ze niks meer ziet en achter een soort klein gaasje heeft. En ze raakt in paniek en ze struikelt over de eigen boerka en ze valt op het bed. Lacht die man dan? Ik denk uiteindelijk dat als je dat goed in elkaar zou blijven herkennen, dit klinkt heel... Ik zou hier een muziek onder zetten als ik jou was. Ja, een beetje een pingeltje. Een pingeltje gewoon, of gewoon een soort van, ja, zo'n relaxed CD, weet je wel. Dan denk ik uiteindelijk wel dat het goed komt. De hoop regeert. De hoop regeert, ja. Obama-achtig. Nou, wij hebben een balken en een norm. Het is in Gods Jezus naam te hopen dat het tot het salaris beperkt blijft. Maar dat we niet allemaal zoals hij moeten gaan praten of denken of ons zo moeten gaan bewegen. Ik hoorde hem laatst op de radio, onze leider. Kijk, en je gaat mij niet horen over gebrek aan leiderschap, want uiteindelijk red ik me wel. Maar er werd in dat interview, werd er aan hem gevraagd of hij zich wilde uitspreken over het conflict, laten we het zo maar noemen, tussen Israël en Hamas. En onze balken, onze leider, heeft daar in dat interview gezegd, hij zei, ik vind dat wij Israël hier heel hard op moeten aanspreken en Hamas ook. Nou, briljant! Toch vermoed ik wel dat ik jou over een jaar of 10, 12 in die kamer zie zitten. En zou je dan op me stemmen? Ja, dat hangt helemaal vanaf hoe jij vanavond je gedraagt. Maar als ik dan opeens een hoed op zet en ik ga opeens allemaal rare dingen roepen. En jij gaat bij BZN zeggen bedankt voor 40 jaar fantastische popmuziek ja, bijdragen. Ja, precies. Dan stem ik op je. Ja, hè? Ja, dan heb je mijn stem te pakken. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling there's something right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Ik kan je nogal storen aan apathische, lethargische mensen. Ja? Waarom maak je je daar zo druk om? Wat een goede vraag, hè? Het lijkt zoveel ingedut of zo. Dat je denkt, nou, ga er nou eens voor. Wees consequent of wees creatief. Of, er is zoveel namelijk, er zijn zoveel mogelijkheden. En dan maar een beetje achterover hangen en kan ik ook andere mensen, daar heb ik dan niet zoveel mee. Jij bent nogal, je voelt je aangetrokken tot de derde wereld. Waar komt die fascinatie vandaan? Ik heb in 2005 een aantal reizen gemaakt. Voor een goed doel. En toen is dat wel een beetje geboren, ja. En wat er vooral is bijgebleven, is dat die mensen zo leuk zijn. Zo normaal eigenlijk. En zoveel op ons lijken. Ja? Ja. En dat wij met z'n allen doen alsof ze zielig zijn, alsof ze dom zijn, alsof ze achterlijk zijn. Terwijl die mensen hebben allemaal internet, ze hebben allemaal gevoelens, net als wij. Ze hebben allemaal humor, net als wij. En dus ik heb eigenlijk een hele leuke en positieve tijd telkens daar gehad. Maar wij denken echt dat als we Afrika heel veel geld geven, dat ze dan gaan werken. Goed, hè? Dan denk ik mij bedacht. Dan denk ik mij gewoon bedacht. Ja, we geven ze heel veel geld en dan gaan ze werken. Dat denken we echt. Terwijl iedereen hier die in een of andere fuckloterij meer dan 10.000 euro wint, ja, die stort gewoon even met werken, toch? En terecht. Want je hebt het geld, waarom zou je doen? Je hoeft even niet. Alleen wij denken echt, we geven ze al dat geld en we schelden al die schulden kwijt en dan gaan ze werken. Met dat weer. Nee, dat gaat gebeuren. Dat gaat absoluut gebeuren. En je hebt één man in jouw shows die je genadeloos afserveert. Marco Borsato.
Ja. Als je zoveel mensen trekt, dan moet je een bedoeling hebben op zijn minst. Je moet een boodschap hebben, daar ben ik van overtuigd. Marco Borsato is een aardsluie, inconsequente artiest zonder bedoeling. Als hij een hoge toon niet haalt, roept hij, nou jullie! Nee! Het gaat niet zozeer echt over hem als persoon, maar meer over wat hij dan is en wat hij vertegenwoordigt in Nederland. Want waar staat hij dan symbool voor in jouw ogen? Nou, hij staat wat mij betreft symbool voor de stilstand. Dus het is de tok van Nederland, muziekgebied. Dat wordt over het algemeen zo beschouwd. Terwijl ik bij hem nou juist ook zie wat ik bij anderen ook zo vervelend vind. Namelijk dat gewoon dat je niet verder gaat en niet meer doet en meer durft en meer kan. En hij zal de eerste zijn die mij daarin tegenspreekt. En dan wil ik het dan graag eens een keertje met hem over spreken. Maar dat is wat ik dan zie. En kijk ons aan als je zingt. Doe je oogjes open, Marco Borsato. We staan hier, Marco Borsato. Andrea Bocelli maakt meer contact met zijn publiek, Marco Borsato. Wordt het toch niet eens een keer tijd voor een ontmoeting met Marco Borsato? Ga jij dat voor me regelen? Met echte boot. Hier is die. Marco? We zitten in Londen, we zitten niet in Venetië. Maar ik heb echt zin om een keer naar die man toe te gaan. Daar heb ik echt super veel zin in. Dan ga ik naar hem toe en zeg ik, luister! Ik wacht nu al 15 jaar op een pizza en ik begin een beetje honger te krijgen, oké? Okay? Is je brommetje stuk, Marco? Voor dit programma wilde je heel graag naar Londen toe, maar je wilde ook heel graag nog naar een speciale plek hier toe. Ja, naar de Comedy Store, dat is om de hoek hier. Dat is de beroemdste comedyclub van Londen, de oudste. En ik ben hier vaak geweest en ik heb geweldige avonden meegemaakt hier. Yo, come on! Yeah. Remix! Remix! Remix. Yeah. Wat is nou eigenlijk in basis het verschil tussen cabaret en stand-up comedy? Nou, stand-up comedy is veel meer hier en nu. Dus hier en nu bedacht, bij wijze van spreken. Geïmproviseerd. En cabaret, dat zou je ook voor een vierde wand kunnen spelen, liefst natuurlijk niet. Alleen dat is wel veel meer oksmuk en theater en licht en geluid en decor. Ik sta nu wel een half uur in een ding te praten wat het niet doet. En ik wil dat spel natuurlijk best meespelen, maar op een gegeven moment wordt het gênant. Dus ik zet hem even hier neer. En ik was op reis voor het Lilianenfonds nogmaals. En voel je kut hè, met z'n allen. Maar het is ook wel met cabaret zo, dat het de laatste jaren iedereen wil maar een cabaretier worden of stand-up comedian worden. Nou, stand-up is steeds populairder geworden. Dus vroeger had je veel mensen die een liedje en een sketchje deden op cabaretfestivals. Maar nu heb je veel meer stand-uppers. En uiteindelijk is het feitelijk ook wel ietsje moeilijker, denk ik. Want je moet echt een verhaal wat uit jezelf komt, eerst naar boven halen en dan nog eens een keer leuk en grappig en goed vertellen. Ja. Iedereen wil ook maar cabaretier worden tegenwoordig. Ik bedoel, hou er eens een keer mee op ook. Echt, iedereen denkt dat dit het is. Iedereen denkt dat dit het is. Jongens van jullie leeftijd wilden vroeger brandweerman worden, of politieman, of leraar, of dokter, broeken die dat toe doen. Iedereen denkt dat dit het is. Ja, nee, wat hij doet. Oh, ja, ja, ja. Ja, nee, dat ken ik ook wel. Ja, 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 ja. Ja, wat hij doet. Ja, nee, ja. Ja, nou, ik zou niet zo'n warme trui als hij aantrekken, maar wat hij doet dan. Ja, ja, toen jij 27 was, deed je je eerste oudejaarsconferentie. Ja. Waarom wilde je dat toen al? Dacht je toen al wel van ik kan dat aan? Ja, dat was toch wel een droom binnen de droom om zoiets te realiseren. Zo'n grote show dat je echt iets kunt vertellen, iets neer kunt zetten. En dat was echt, dat was al vrij snel wel een doel. Dat leek me wel wat. Wij gaan het als mens toestaan dat de persoon van dit jaar gewoon een aap is. Dat is gewoon gebeurd, de persoon van dit jaar, dat is gewoon een aap, een aap, een aap, een aap. En dan heb ik het natuurlijk over Bram Moskowitz, inderdaad, ja. Dat is het rare van voor zo'n show maken, dat je enerzijds heel veel je eigen verhaal erin kunt leggen, maar het moet ook gaan over het jaar en wat er belangrijk is in zo'n jaar. Ik begrijp me goed, ik wil Geert Wilders niet beledigen, absoluut niet. En als hij zich beledigd voelt, is dat niet mijn probleem. Hij heeft er ook een dag voor gekozen om alleen maar boos te zijn. Dat is zijn eigen keuze.
Hij heeft er ook een dag voor gekozen om alles belachelijk en walgelijk te vinden. Hoe Geert Wilders kan nooit meer opstaan, de zon zien schijnen en denken, wauw, het wordt een mooie dag vandaag. Dat kan niet meer. En dat gun ik hem zo, maar het kan niet meer. Welke rol speelt Eva, jouw vriendin, in jouw leven? Ja, een grote rol. Dus die mis ik als ze er niet is en andersom. En ze steunt mij heel erg en ze snapt ook wel een beetje wat het is om op een podium te staan. En dat ze zelf ook in die wereld zit. En dat is op sommige momenten ook wel handig. Maar het is vooral gewoon... de liefde van mijn leven, mijn grote liefde, dus dat is een hele grote rol. En een relatie, of het nou een vriendschap is of een liefde, dat houdt je toch weer in de echte wereld. En dat is toch voornamelijk waar ik het van moet hebben ook. Dat iemand je met beide benen op de grond laat blijven staan? Ja, ja. Want? Heb je de neiging om er vanaf te vliegen? Nou ja, dat zou je ook wel herkennen als je op het moment dat je bijvoorbeeld iets groots doet, zoals de oudejaarsshow, en daar is opeens heel veel publiciteit omheen, dan lijkt het net alsof jij op dat moment de belangrijkste persoon in de wereld bent. En op het moment dat je daarin gaat geloven, ja, dan heb je echt een probleem. En, ja. En het is altijd goed als daar een soort tegenwicht in is. Dus dat je ook gewoon thuis de vaatwasser uitruimt en de vuilnis buiten zet, of de vuilnis in de vaatwasser doet. Dat zou natuurlijk altijd kunnen. Dat kan natuurlijk altijd. Pizza in het droge. En iedere ochtend sta ik om die douche. Nou goed, en ik moet dus, van mijn vriendin, moet ik, iedere keer als ik gedoucht heb, moet ik met een zeepje zo die glazen douchewand aftrekken. Omdat de andere strepen op het glas blijven staan, zijn. Snap je? Dat is waar ik gekomen ben. Dat is waar ik gekomen ben. Iedere ochtend weer sta ik om die douche en denk ik, oké, dan hier sta ik dan. De grote meneer Jaap van der Wal. Ik ben geworden wat ik wilde worden. Ik ben gewoon glazen wassen. Dat is iedere ochtend weer... Was je vroeger uit met meisjes? Kon je een beetje meisjes versieren? Nou, echt vroeger was ik natuurlijk een en al onzekerheid over mijn uiterlijk en dat ik dacht, het gaat nooit meer gebeuren. Maar sinds ik eenmaal comedian ben, weet ik wel hoe het... Ik heb daardoor een soort zelfvertrouwen gekregen, waardoor ik wel weet hoe het moet. En ik kan dat namelijk ook helemaal niet. Ik kan niet uitgaan. Ik ben daar heel erg slecht in. Ik heb namelijk een heel groot talent om altijd de verkeerde meisjes te treffen. Ik tref namelijk altijd meisjes die dan zeggen, ja, en bij twee wijntjes ga ik helemaal los. En die drinken maar één wijntje. Snap je, daar komt het toch eigenlijk een beetje op neer. En dan loop ik weer tot 3 uur, zodat mijn lul achterna. En ja, dat is een endlopen. Dat is gewoon een endlopen. Hoe pak je dat dan aan? Nou ja, praten, hè? Dat is weer mijn ding. Maar dat kan ik wel. En ik ben op dat moment dan ook wel echt grappig natuurlijk. Hè? Dan doe ik ook echt mijn best. Ja. Toch een soort klein bedrijfsoptredentje wat je dan geeft. Een stukje comedy op maat. Ja. En ik kan echt wel redelijk goed dansen. Ik weet niet of we nog tijd hebben vanavond, maar dat zou ik je wel willen laten zien. Denk ik. Ik zal niet doen alsof ik beter dan een ander ben. Ik ben anders en dat voelt te goed. Dat ik van alles wat ik doe altijd zo zeker ben. Ik bouw muren in mijn hoofd om de muren te beschermen. Ik ben maar dood gewoon een mens die nog leeft, net als jij. Dus help me, want ik wil niet verdrinken. Mm.